Hey, daar ben ik weer. Heel even een tussentijdse update over de Bitcoin van mij. Laten we heel even kort beginnen met de grafiek. Want gisteren hadden we inderdaad een slechte of een lage RSI. De koers die heeft niet meteen omhoog gegaan en is eigenlijk nog iets verder naar beneden gegaan. Toch denk ik heeft te maken gehad met die Facebook. Die Facebook-hearing door de Amerikaanse overheid. Vandaag zie je eigenlijk deze trend hier weer omhoog gaan. Dus ja, op dit moment gaat hij weer langzaam terug naar hogere niveaus. Dus in de eerste helft van dit jaar is al voor 515 miljoen dollar aan illegale bitcoinbetalingen gedaan. De verwachting is dat dat in 2019 1 miljard is. Maar dan zeggen ze hier, dit is een groot bedrag en klinkt misschien, maar je moet het in perspectief plaatsen. Die 1 miljard is 1% van alle economische activiteit die op een netwerk van bitcoin plaatsvindt. Dit bedrag verbleekt in vergelijking met wat we buiten de crypto zien. Hier, het Bureau van de Verenigde Naties voor Drugs en Criminaliteit schat dat de hoeveelheid witgewassen geld over de hele wereld 2 tot 5% van het wereldwijde bruto product bestaat. En dat is dus 800 miljard en 2 biljoen dollar. Dus de meeste witwassers gebruiken nog steeds de Amerikaanse dollar om geld wit te wassen. Dus eigenlijk is dat dus 1 miljard in bitcoins in 2019 wordt dus aan drugs en mensenhandel. Geld witwassen, et cetera, besteed. Maar dat is maar 1% van de activiteit van wat er allemaal met die Bitcoin wordt gedaan. Dus dat is eigenlijk gewoon, het is relatief gezien, is het allemaal zeer klein. Kijk, dit is de prijs van een Funko Pop Anaheim Dragon Ball Z Planet Alia Vegeta NYCC Exclusive. Nou, wat is dan die pop? Dat is deze pop. Dat is echt een poppetje, nou het is nog niet zo groot denk ik. En het poppetje is een speciaal modelletje. Dus je had dat, vroeger had je dat kunnen kopen in december 2014 voor 47 dollar. Dat poppetje is nu in, waar zitten we nu? September 2016 is die naar 4000 dollar gegaan en zit nu op 38.000 of 3800 dollar. Vanwege schaarste. Ik bedoel, die poppetjes zijn er misschien 400 gemaakt. Van alle andere poppetjes zijn er duizenden gemaakt. En al die andere poppetjes zijn 20 euro en deze die is dan 4000 euro. Ja, nou ja, er is een markt voor, er is vraag naar. Het is een manier dus om te investeren in Anaheim Vegeta Dolls, dus dit poppetje. Natuurlijk, hè, zal er niet weer China zijn als je niet gewoon dit. Gewoon keihard als namaak op de dingen zie je hier. Namaak, namaak, namaak. Allemaal namaak. Namaak, namaak, namaak. Dus kortom, mensen kunnen de meest rare bedragen betalen van de meest. Nou, je moet ervan houden, je moet het leuk vinden. Je mag het niet uit de doosje halen, want dan verlies je de waarde. Dus ja, wat kan je hier nou mee doen? Je kan hier niet mee betalen, je kan er niet mee kijken, je kan er niet mee spelen. Of ja, je kan er naar kijken. Dus ja, het is zelf gewoon hoe mensen werken en hoe de psyche van de mens gaat. Dat als dingen schaars zijn, gaan prijzen helemaal omhoog. Kom je weer terug op die stock-to-flow ratio en deze meneer McAfee van de viruskerner volgens mij. Die ziet gewoon een miljoen eind 2020. Ja, ook weer de stock-to-flow ratio. Dus dat heeft te maken met schaarste, dat mensen het willen. Dus ja, het gaat wel misschien echt gebeuren, misschien niet. Even kijken. Oh ja, de Bitcoin Ether koers, die zoals je ziet, is die enorm gestegen. Kijk, hier zaten we gisteren ongeveer. Nee, nog verder zelfs. Hier. Hier zaten we gisteren ongeveer en hij staat nu hier.
En dan denk je, oh Tim, dat heb je mooi gedaan, heb je goed aan verdiend. Ja, helaas, want ik werd vanochtend wakker en ik had geen tijd om te kijken of om het in de gaten te houden. Dus ik heb echt de allerlaagste prijs ongeveer verkocht. Wel met dat ik nog een beetje winst had, maar dat is echt gewoon niet minimaal van wat ik had kunnen hebben. Dus dat is jammer, maar ja, ik wacht al even tot deze weer verder gaat zakken voordat ik überhaupt hier iets nieuws mee doe. Maar dat zakken lijkt nu te gaan beginnen. Dit omgaan. Ja, de zakken die lijkt nu een beetje te gaan beginnen. Maar hij zegt van ja, een hele mooie stijging gehad, dat had ik aan kunnen verdienen. Dus te vroeg verkocht. Hou vast aan je spel. Als je iets van plan bent, dan hou erbij. En als je het niet in de gaten kan houden, je bent bang voor een daling, ja, dan inderdaad gewoon verkopen. En, niet balen als je een ritje omhoog mist, dus dat is de name of the game. Maar goed, het is niet leuk. Ik had het graag anders gedaan. Het was de steunbalk van de Bitcoin koers. Zoals je ziet is die dus gisteren, nadat hij die lage RSI heeft neergezet, nog niet meteen omhoog gedoken. Maar hij heeft echt gewoon doorgebroken nog verder. Dus ja, uiteindelijk zou hier het ideale koopmoment zijn geweest. Precies ook met die gele steunlijn. Dus hij heeft hier echt mooi op die steun is hij afgeket en schiet nu weer omhoog uit die steunzone. Dit is de resistance zone, die rode balk hier. Er zijn twee belangrijke stukken. Dus dat is wel een mooi dat het zo heeft gewerkt. Doe maar, ik heb het anders. Dus dat is mooi dat het zo heeft gewerkt.